Speel 2010 zijn net geopend en langzaam maar zeker stromen er 40.000 bezoekers binnen. Die vandaag helemaal losgaan op 11 podia. En wij zijn erbij. Neef. Familie! En waar is je oma dan? Mijn oma, ja, die komt later, want die zat in een andere bus. Wat gaan jullie doen vandaag? Feesten! Is het vaste prik, deze bil? Tuurlijk, ja. En wat maakt deze bil nou zo leuk? Ja, jeetje. Lekker weer overdag. Goeie muziek. De aankleding, het hele feest, de mensen, locatie. Swedish! Jezus, we hebben echt alle nationaliteiten vandaag hier bij de ingang. We come from France, we are happy to be here. Denmark! I'm from Germany. Italy. What the hell are you guys doing over here, man? The best party in Europe. Listen to good music. The party. It's the best party. It's the best party ever. Kom jij nou ook alweer uit Duitsland? We komen in de hele bus met 73 lu. Especially for Decibel? Yes, of course. Jezus, man. Het lijkt al opnieuw de invasie hier. 16 hours in bus. Yeah. Wow. And what makes Decibel so great? Because it's hard. Super gaaf feest. Elk jaar gastenprik. Ja, het is gewoon vet, hè? Dat die sfeer die heb je vindt op geen ander feest. Deze bil is hard en rough en we like that. Stampen vandaag, hè? To the bone, everybody's getting crazy from the beginning, from 11 o'clock till 10:30. We're gonna smash it. Decibel 2010. Let's get ready to party. This is DJ Maddox from Truxom Records. I'm really happy to be here. Decibel is one of the best party ever, you know. The sound is perfect, crowd is really great. Sound system too loud, guys. The sound system is too loud. And what I have to say more? Hardcore for life, guys. Hardcore for life. Festival is alles extreem. Ook de activiteiten die je kan doen buiten de danstenten. Kijk even naar deze boot. Hoe hard kan hij? Ja, rond de 90 km per uur. Mag ik mee? Ja, tuurlijk. Gaan we dan ook zo hard? Ja, gaan lukken. Dat was heerlijk verfrissend. Een beetje rock and roll, maar niet te. Lekker fris, lekker even aanwaaien en nu party again! Hi, Decibel is fantastic, amazing! I love you people and I hope to see you soon. Thank
Thank you very much. I love you. Het gaat helemaal los hier in de Euphoria tent op Decibel. Hopen dat iedereen het super de bom vindt. En volgend zo meteen als jullie de DVD zien. En we hopen jullie snel weer een keertje te zien. In het leven roepen. Op naar het volgende. And we have a winner. Decibel. En je kan hier dus ook bungee jumpen. En hoe was het? Geweldig! En hoe je doen? Nou, ik baal echt als een stekker. Dit durf ik niet, maar jij wel. Mijn vraag is, waarom? Nou, je leeft maar één keer, hè? Het liefst ook zo lang mogelijk, is mijn gedachte dan. Ja, natuurlijk af voor een leuk plaatje. Mogen wij dat gebruiken? Jazeker. Hoe was het dan? Ik zag mijn leven even voorbij flitsen. Ik ben nog steeds zo blij dat ik het niet gedaan heb. The fusion of sounds. Welkom bij de Donkey Rollers! De DVD van Decibel gaat de shit rocken. Kom, we gaan even kijken. En Peter die probeert het publiek op te zwepen. En nu gaan we kijken of het gaat lukken. Let op. Hoor op dat. Kijk die mensen. Kijk die mensen. Fucking geweldig, of niet al? Decibel rocks, baby! Eerste keer hier. Ja, helemaal te gek. Echt. Keep going. Klapte erin. BTWS, super bedankt. Echt. Tot voor. En tot volgende keer, jongens. En zo ook de activiteiten die je ernaast kan doen. En wat gaan wij doen? We gaan met deze helikopter. God, wat was dat eng. Ik ben blij dat ik weer beneden sta.
hoe was het? Nou, heel erg koud, maar wel lekker. Beachwest Radio 107.0 en 96.0 in de omgeving van Hilvarenbeek. Er is hier ook nog een radiostation, speciaal van Decibel. Ik heb heel veel mensen uit het buitenland gezien, maar waarom komen die nou specifiek hierheen? Nou, voornamelijk denk ik dat het hardste wat in het buitenland voor het grote publiek wordt gedraaid is hardtrends, denk ik. Harde techno, zeg maar, die dingen. En hier in Nederland, ja, wij zijn gewoon zo'n voorloper op stijlen. Dat als je het hoort, de mensen in het buitenland, hardstel, hardcore, ze zijn er helemaal weg weer van. Dus ja. Ik denk dat het einde nog lang niet in zicht is. Oké, en je hebt heel veel mensen die hier zijn, maar er zijn natuurlijk ook mensen geweest die geen kaartje hebben kunnen bemachtigen. Hoe gek het ook klinkt, want er zijn 40.000 mensen hier aanwezig. Misschien wel zelfs 45.000 mensen. Hoeveel mensen luisteren dan ook nog eens naar de radio? Op dit moment hebben we twee regionale zenders lopen hier in de omgeving Hilvarenbeek, die ongeveer 15 à 20 kilometer in de omtrek uitzenden. Daarbij hebben we nog danstunes.com/radio, die ook nog de hele dag uitzendt. En we hebben www.btws.nl, die ook de hele dag alles uitzendt. En zonder reclame, dus we knallen in één keer door tot 11 uur. Hoe moet ik hier dansen? Hoe moet dit? Even in je benen optillen. Dat is het enige. Ja. Ja, ongelooflijk, hè? Skitje alleen, zonder die kale vriend van me, Theo. Hij gaat zo meteen beginnen hier op de stage van Steve. Hoe was die vandaag? Het is hier echt, zonder te schelden, fucking los, mensen. Pussy Lounge is een combinatie van gezellige mensen, goed drank, blote vrouwen en mijn witte vrienden. Witte en donkere vrienden. Ik voel het ook, het is echt super sfeer hier zo. Top, man. Weet zelf, jongen. Super. Wel. Super. Dan blijf je op Decibel en je ziet het, de Pussy Lounge is groter en mooier dan ooit en heerlijke danseressen, goede muziek, leuke sfeer. Dat je er volgend jaar bij bent. Ik spring zo vanaf het podium zo die rubberboot in. Om te laten zien wie de meesters zijn van de rubberboot echt. Jarno de rubberboot. Super, was mijn eerste keer. Volgend jaar weer. Het is mijn 5e jaar en het wordt echt elk jaar beter. Het was echt zo, zo fijn. Perfect, het kan niet alweer, beter. De derde keer. Van begin tot eind, van 11 tot 11. Echt ideaal. Ik heb me kapot gestampt. Ja, kei leuk. Vet, super. Echt super vet. Ik vond het weer een geniaal feest. Serieus, geniaal.